Ik ben Jeroen van Kraan, ik ben 13,5 jaar. Ik ben ziek en ik mag niet in contact komen met andere kinderen voor het gevaar van infecties. En daarom is Bednet handig om gewoon bij de les te zijn een beetje en mijn vrienden nog eens te zien en zo. Elk jaar kunnen meer dan 2000 kinderen een maand of langer niet naar school omdat ze herstellen van een ziekte, ongeval of operatie. Bednet zorgt ervoor dat ze verbonden blijven met hun klas. Ik vind het leukste aan Bednet dat je kunt mee les volgen en dat je de kinderen kunt zien. Bednet installeert gratis een computer met webcam en randapparatuur bij het kind thuis en in de klas. Via een breedband internetverbinding kan het kind de les volgen en er zelf ook aan deelnemen. Kinderen, welke wijze verandert er bij minuten? Lore, welke wijze verandert er bij minuten? De eerste 14 dagen is dat een beetje wennen geweest, zowel voor ons als misschien voor Lore ook. Maar nu is dat eigenlijk iets heel normaal. Ze doen, ja, ze zijn alles gewoon. In het begin was dat denk ik een groot vraagstuk, omdat ze niet goed beseften van wat is dat, wat gaat ermee gebeuren, hoe ga ik effectief les kunnen volgen, wat ga ik zien, wat ga ik niet zien. Maar eens dat ze daarmee weg was, en dat ging eigenlijk heel vlot, was ze daar heel blij om. De leerling kan een detailfoto van het schoolbord maken. Een printer-scanner-combinatie zorgt er dan weer voor dat de takenbladen met één druk op de knop van de klas naar de leerling doorgestuurd kunnen worden. Na het invullen kan de leerling de oplossingen inscannen en naar de leerkracht sturen. Hallo. Normaal gezien zou Jolien vandaag van thuis uit de les gevolgd hebben, maar onverwachts moest ze naar het ziekenhuis en dus de vader heeft Jolien haar computer meegebracht en de webcam, zodanig dat Jolien vandaag toch de lessen kan volgen vanuit het UZ Gent. Het Bednet-systeem is heel mobiel. Een snelle internetaansluiting in de buurt hebben is voldoende om met de laptop verbinding te kunnen leggen met de klas. Het is eigenlijk gewoon alsof je zelf naar school gaat, maar dan niet echt in de klas zijn. Bednet is meer dan een systeem alleen. Zowel het zieke kind, de klas als de leerkrachten krijgen persoonlijke begeleiding. Van bij de aanvraag tot het kind terug naar school kan. Ik werk graag met Bednet omdat ik niet te ver achterop raak op de lessen en dat je dan zo kunt meevolgen en zo. Dankzij de begeleiding wordt de integratie makkelijker als het kind terug naar school gaat. En kan het kind met zijn klas overgaan naar het volgend leerjaar. De grootste voordelen zijn dat zij in staat blijft om op volgens haar leeftijd in de klas les te volgen en dat ze bij haar vriendinnetjes blijft en mee opgaat met de andere rest. Mijn vrienden komen wel nog vaak op bezoek en ik denk dat dat ook een beetje komt door Bednet, omdat ja, dan zien ze mij nog eens en ja, dan komen ze vaker langs. Jolien is voor de tweede keer ziek geworden. In 2006, toen zij voor de eerste keer hier gehospitaliseerd werd, bestond dit systeem nog niet. Maar dan had ze geen contact met haar klasgenoten. Ze voelde zich echt niet geïntegreerd in de klas. Er zijn in Vlaanderen heel wat goede lesinitiatieven voor zieke kinderen. Bednet zorgt ervoor dat ze het contact blijven houden met de klas tot ze weer beter zijn. Als Jolien in het ziekenhuis is en zij voelt zich goed genoeg, dan krijgt zij ook les van de leerkrachten van de UZ-school, die ook dieper kunnen ingaan op problemen of zoals wiskunde. En zo vult het ene het andere aan. Met de steun van de Vlaamse overheid, provincies en privépartners voorkomt Bednet dat langdurig zieke kinderen naast hun ziekte nog eens extra getroffen worden. Bednet is een heel goed initiatief, is een heel goed vervangmiddel als je in de situatie zit waar Lore zich bevindt, maar de echte klant is natuurlijk het beste.